Stellenbosch Wynfees in die Paul Roos Centrum in die Boland het vanjaar weer duisende plaaslike en internationale besoekers gelok. Besoekers nagenoeg 500 wynsoorte proe. Stellenbosch is een van die landse voorste wijnproducente wat reeds jarenlang internationaal voor sy wijne bekroon word. Die feest is een van die grootste kos- en wijnfeeste in die land. Dit word nou al die 30ste jaar aangebied. Ik like het baie. Ek kan sien die organiseerders het in al die aspekte gedink om dit makkeliker te maak en dit lekkerder te maak vir die kliënte. Hier is meer ruimte, is baie goeie verskeidenheid, is goed georganiseerd. Vanjaar spog die feest met een moderne kombuis waarvan die landse topchefs meeding en besoekers op keurige gerechte onthaal word. Smulpape en wijnkenners kon in honderde wijne proe of saam met traditionele Suid-Afrikaanse gerechte geniet. Die Stellenbosch wijnfeest word geweldig goed bijgewoon. Ons het vanjaar, ek skat, ons het nog nie begin tel nie, in die omgeving van 13.000 besoekers gehad. Ons het verlede jaar so 12.500 besoekers deur ons deure gehad. Die feest het donderdag begin en eindig vandag. Een Cadillac wat 105 jaar oud is, was vandag die ster by die motor in die park.